Wij zijn een plaats waar toeristen die naar de route komen om die te voorzien van informatie over verblijf in Druten. Over leuke dingen die in Druten te zien zijn, maar niet alleen in Druten, maar voor heel Maarsenwaal. En daar zijn we vandaag mee begonnen. Daar zijn we heel erg trots op dat we dat hebben kunnen doen. Wat het historisch informatiepunt betreft, de HIP, dat is een centrum wat ook nog een beetje gestalte moet krijgen. Want wij willen dus dat alle informatie van historie over heel Maarsenwaal, dat hier gecentraliseerd wordt. De HIP en TIP is op een bijzondere manier geopend. Hier hadden wij dicht gemetseld, zogenaamd, met stenen. En toen de wethouders kwamen vrijdagavond om het gebouw te openen, hebben we onder begeleiding van een liedje van Steen voor Steen, hebben wij die stenen met het bestuur van ons en de wethouders één voor één weggehaald, waardoor de ingang van het gebouw beschikbaar werd. Er zijn veel bijzondere objecten van de oude steenfabriek te zien, waaronder een kasboek uit 1898, dus het jaar dat de fabriek is opgericht. Het bijzondere van die bladzijde die te zien is, is dat daar de materialen vernoemd zijn die gebruikt zijn voor de fraaie voorgevel van dit pand. En die materialen zijn geleverd door de fabriek van Dirks en Gelders. En die fabriek die heeft ook nauwe contacten gehad met Pierre Kuipers, de beroemde architect. En Pierre Kuipers heeft ook weer de kerk in Druten gebouwd. En zijn neef Eduard Kuipers heeft de kapel in Druten gebouwd. Stichting Kleigoed Maarsenwaal verzamelt alle historische informatie. Maar toeristen kunnen er ook terecht voor tips in de hele regio. Want we werken met twee toeristenbureaus samen. Rivierenland en Rijk van Nijmegen. Dus de woorden zeggen het al. We kunnen een vrij groot gebied kunnen we onder de aandacht brengen. Wat heel belangrijk is in onze beleidsvoering is dat wij wat wij weten en nog te weten komen over historie, dat we dat ook weer beschikbaar stellen voor het publiek. Dus daarom hebben we gezegd, wij zijn 2 dagen in de week open. Mensen hoeven geen entree te betalen. Dus open huizen.